de coronaproef manier van Jair DVS TV met de eerste confrontatie, ofwel het eerste contact met de hoofdtrainer Peter Wesselink en Marcel Siloni. Ja, Marcel. Sion, ja. Sileon. Ja, oké. Okay. Goed. ja, laten we beginnen met de voorstelronde. Peter, ja. Ga je gang. Ja, nieuw. Mooi. Mooi medium ook, DVS TV. Peter Wesselink, komt uit Apeldoorn. 52 jaar. Getrouwd met Mirjam, twee dochters. Flor en Sam, 21, 18 jaar. In het dagelijks leven gemeenteambtenaar bij de gemeente Apeldoorn. En ja, een voetbaltrainer. En dat doe ik al een jaar of 19, volgens mij. Oké, en dan de man naast je. Ja, Marcel Sileon, 51 jaar, uit Apeldoorn. Ik ben in het dagelijks leven ondernemer. Ik heb twee ondernemingen. Niet getrouwd, geen kinderen, dus alle tijd voor DVS straks. En al een aantal keren met Peter samengewerkt, onder andere bij SVZW. Dus ja, ik denk een mooi project, een nieuwe stad. En ja, we gaan er iets moois van maken. Ja, jullie hebben allebei al dus een redelijke carrière achter de rug. Noem eens wat clubs op, Peter. Nou, ik ben begonnen in de jeugd bij AGOV, 2 jaar de A-jeugd gedaan. En toen naar SV Vaassen, zondagclub. Ingestroomd, eigenlijk helemaal niet de bedoeling, maar ja, maar soms gaan dingen zo. En komt er iets op je pad. 4 jaar gezeten, CCW Apeldoorn, daarna 4 jaar. 3 jaar SVZW uit Wierden. Toen een jaar Spakenburg en Silvolde, achter elkaar Spakenburg ontslagen. Daar hebben ze bij Silvolde afgemaakt dat seizoen. 3 jaar DTS Ede en de afgelopen 4 seizoenen Excelsior 31. Marcel, jij? Ik ben vroeg moeten stoppen als voetballer vanwege afgescheurde kruisbanden. Precies op het moment dat ik bij Coward Eagles mee zou gaan trainen, scheurde ik mijn kruisbanden, dus dat was lastig. Op 26-jarige leeftijd ben ik gestopt. Ben ik direct trainersvak ingedoken, papieren gehaald. Ben een stage gaan lopen bij CSV Apeldoorn bij Peter. Daarna ben ik interim hoofdtrainer geweest. Gelijk daarna al bij eigenlijk toen de tijd mijn oude club Columbia in Apeldoorn, tweede klasse. Mooi om op die manier in te stappen. Daarna, toen we kampioen werden, belde Peter van: heb je zin om mee te gaan naar SVZW? Ik denk, ja, van hoofdtrainer naar assistent trainer, dat is wel een stap. Maar nou, mooie tijd gehad. Topklasse, dus geweldig niveau. Daarna onze eigen wegen gegaan. Peter naar Spakenburg, ik naar een club in Apeldoorn weer. Columbia 3 jaar geweest. En daar een jaar of 4 geleden gestopt. Toen even niks gedaan, ben ik veel wezen kijken bij een maatje van me, Jurgen Streppel. Bij Heerenveen toen de tijd, Peter Bos, Edward Sturing, allemaal Apeldoornse jongens. Wat in de keuken gekeken om te kijken hoe zij werken, hoe zij het doen. En nou ja, wat ik net zei, nu weer samen met Peter. Dus we gaan zien wat het wordt. Mooi, en SVZW was natuurlijk heel succesvol. En toen ben je ook trainer van het jaar geweest, Peter, of niet? Ja, klopt, ja, hè? Uiteindelijk wel. Nou, het is me eigenlijk best wel redelijk voor de wind gegaan. Nou ja, en uiteindelijk de Rinsmichelsen wordt daar gewonnen. Ja. Ja, je hebt al eerder contact gehad met DVS, begreep ik. Eerder in de zin van? Ja, eerder een paar jaar geleden, dacht ja. ik, of niet? Ja, nou, dat was ook in die periode na CSV Apeldoorn. Toen ben ik ook in gesprek gekomen met DVS. Maar uiteindelijk is toen SV2 geworden. Ja. 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 Maar goed, uiteindelijk het idee van DVS 33 om jou te vragen, dat ligt natuurlijk ook in het feit dat jij een bepaalde visie hebt op het voetbal. Wat voor visie is dat? Nou ja, kijk, als je kijkt, wat opvalt is dat ik redelijk lang bij clubs werk. 3 of 4 jaar meestal. Dus nou ja, ik denk dat elke club gebaat is bij nou, rust en regelmaat. Dus ik denk dat wel meespeelt, zeg maar. Buiten het DVS-contact wou ik zelf ook heel graag. Hè, want DVS is natuurlijk best wel een mooie club op de Veluwe. Club van rust en regelmaat ook, inderdaad. Ja, zeker. En... ja, en een mooi niveau. En ja, als je over voetbalvisie hebt, ja, we prediken allebei natuurlijk aanvallend voetbal of verzorgd voetbal. Dat heb ik eigenlijk ook wel laten zien bij al mijn vorige clubs. Dus nou, in die zin, zonder dat daar heel ver over uit te wijken, nou, kwamen we eigenlijk tot elkaar. Ja, ja, oké. Marcel, jouw trainer van Nederland, de beste trainer van Nederland, wie vind jij dat? Wie ik de beste trainer van Nederland vind? Zo joh.
Dan vraag je moet ik even een voorzetje doen? Er is momenteel een boek, ik ben op bladzij 50 ongeveer. Van Louis van Gaal? Ja? Ik vind het zo lastig om te zeggen. Ik denk dat heel veel trainers veel hebben. En ik kijk heel veel voetbalprogramma's en ik vind heel veel trainers heel goed. En om er daar één uit te pikken vind ik heel erg lastig. Ik heb wel zoiets van, ze doen allemaal heel veel goede dingen. En de beste dingen die probeer ik eruit te pikken. De dingen die bij mij passen, die probeer ik eruit te pikken. En de één noemen vind ik echt super lastig. Ja, oké. Ja, over Louis van Gaal gesproken. Remco. De Boer. Ronald de Boer. Ik zeg Remco. Ronald de Boer, die sprak daar ook over in dat boek over Louis van Gaal. En hij zegt, net zoals die trainer van Manchester City, die had het over het uitpeuteren van mogelijkheden van het opbouw in de opbouw. Spreek jou dat ook aan, Peter? Ik heb Christian van Hussen ook in de auto gehad en die sprak daar ook over. Okay, dat jij ook zo'n trainer niet, was volgens hem. Ik ken het moment niet. Wat er wel bij mij past is dat we heel erg uitgaan van waar we zelf goed in zijn. Dus ik heb me echt afgeleerd om de laatste jaren veel te kijken naar tegenstanders. Het brengt ook een hoop ballers mee. En de meeste jongens en wij zelf ook zijn al druk met de dingen zelf goed doen, zeg maar. En ons met name daarop focussen. Proberen dingen die we zelf graag willen gewoon heel goed te doen. En daarop focussen. Dat met name heb ik mezelf de laatste 3 jaar enorm in ontwikkeld. En zie ik ook het grote voordeel gaan zien. We kijken met name naar onze eigen mogelijkheden. Spelprincipes, een nieuw fenomeen in de voetballerij. Daar ben ik mee begonnen. Dus niet zozeer denken vanuit formaties, maar meer over welke spelprincipes willen we terugzien in het veld. En of je nou 4-4-2 speelt of 4-3, of de tegenstander speelt de formatie. Doet eigenlijk niet de zaken. Dus je geeft wat spelprincipes en de jongens in het veld die moeten zelf hun oplossingen zoeken. En daar geloof ik in. Ben je tevreden over het materiaal waarmee je zo meteen moet gaan werken? Over de ballen en de pionnen? Ja, nee, de spelers. Oh, de spelers. Nee, prima. Volgens mij hebben we een goede selectie. Ik kan natuurlijk alles over zeggen. Maar ik denk dat de jongens die gebleven zijn bij DVS, die ik ken, die ik gezien heb, prima niveau hebben. En ik moet eerlijk zeggen, dat is allemaal van de buitenkant. Wij willen graag zelf zien hoe de jongens het gaan doen. Het zou raar zijn als ik zeg van ik ben niet tevreden over die selectie. Prima selectie, maar meer is het ook niet. Uiteindelijk begint iedereen gewoon weer op nul. En wij gaan gewoon straks beoordelen hoe we ervoor staan met elkaar. Marcel, zijn jullie nou het type trainers wat uitgaat van het team? De teamprestatie, het beelden van een goed team. Ja, of ook echt de nadruk op individuele trainingen en daardoor spelers beter. Dat is zoals wij het gedaan hebben, dat deed ik met jongens. Echt wat meer de details. Wat mooi is, wij werken wel met beelden. Dus alles wat hier voorhanden is, daar gaan we mee werken. Dat doen we eigenlijk al jaren. Dus dan kom je automatisch ook bij het individuele terecht. Dan heb je geen discussiemomenten. Dan kun je met jongens gaan zitten. Punt 1, als ze dingen heel goed doen, kun je ze laten zien. En dingen die beter kunnen, die kun je laten zien. Daar ga ik mee zitten. We hebben Mike erbij in de staf. Die kan dat zo verschrikkelijk goed. Dus daar kunnen we heel snel stappen in maken. En ik hoor Peter altijd zeggen van samen. Echt samen, samen, samen. Peter is van samen, samen. Dus team staat voorop. En dat we dan individueel beter willen worden. En op details kunnen trainen. Ja, daar worden we alleen uiteindelijk als team ook weer beter van. Heel erg mooi. Peter, even organisatorisch. Vandaag de eerste training, 4 juni. Volgende week donderdag, dacht ik ook. Ja, met de nadruk op kennis maken. Het is jammer dat het vanavond regent, want we kunnen niet ergens binnen zitten. Dus zullen we op het veld wel moeten doen. Het heeft geen zin om de jongens een half uur in de regen te laten staan. Dus we gaan gewoon starten zo meteen met de training. Heel kort even een voorstelrondje. En aan elkaar wennen. Zeker ook omdat heel veel jongens vanaf, wat was het, eind februari al niet meer op het veld hebben gestaan. Ik denk dat het gewoon prima is om 2 donderdagen daaraan te besteden. Daarna een aantal weken niks. De meeste jongens zullen gewoon thuis bezig blijven. En dan start de officiële voorbereiding 11 juli. Maar ook dat is een hele onzekere situatie. Omdat we eigenlijk nog niet weten wanneer we echt wedstrijden mogen spelen.
Dus we zullen ook tegen de jongens straks zeggen van ja, 11 juli beginnen we. Dat is gewoon een vaste datum. Maar het kan maar zo betekenen dat we dan niet 4 keer in de week bij elkaar komen. Maar dat het misschien 3 keer wordt of 2 keer. Of misschien daar een week in gaan skippen. Voor ons is nieuw. We zullen het meemaken. Moeten die spelers trouwens ook nu op afstand blijven van elkaar, ja. Marcel? Ja. We hebben alles voorbereid op 1,5 meter, minimaal. Dus zelfs een partijvorm op 1,5 meter. Ja, dat is ook voor ons even wennen. Maar goed, we hebben ons daarin verdiept, goed voorbereid. En moet het doen zijn. Of het heel erg leuk is, weten we niet. Maar we gaan er wel gewoon super positief in. En dat moeten we ook. We moeten ons niet laten verrassen. We weten nu nog niet wanneer de competitie start. Dus we moeten ook ons niet laten verrassen. We moeten er gewoon klaar voor zijn. En zo positief mogelijk benaderen alles. En wat we kunnen doen, doen we. Ik heb me laten vertellen dat hier buiten op het DVS-terrein weinig aerosolletjes rond zwerven. Dus ik denk dat het wel gaat lukken. Namens DVS-TV heel veel succes met de eerste kennismaking met DVS-selectie. Ja, mooi. Welkom bij deze mooie club. Dankjewel. Oké.